Voor de 250 werknemers van Aspa breken nu uiterst onzekere tijden aan. Het voormalig Samas Benelux hoopt nu op een doorstart. Nadat op 28 juni uitstel van betaling was verleend aan de kantoorinrichter, werd geconcludeerd dat de onderneming in haar huidige vorm niet meer door kan. Eerder dit jaar wees een overname van Aspa door investeerder Hal Holding af. Naast een fabriek in Tilburg staat er ook nog een kantoor in Houten. In Tilburg werden eerder al 60 werknemers ontslagen.